Wij willen met onze technologie eigenlijk mensen en organisaties helpen nieuwe opportuniteiten, nieuwe kansen creëren, waardoor ze zichzelf eigenlijk kunnen beter maken. Dat is onze inspiratie en daar gaan we ook elke dag voor bij Microsoft. Wat betekent nu technologie en digitalisering specifiek voor de overheid? Wel, het is een middel, het is een nieuwe manier om effectief tot een betere dienstverlening en een beter beleid te komen. Heel concreet helpen wij overheidsinstellingen om veel meer proactief te kunnen gaan dankzij predictive modeling en artificiële intelligentie. We werken samen aan een samenwerkende overheid, waar we zien dat ze eigenlijk veel beter gaan samenwerken over de overheden heen. Waar we zien dat er dan ook niet meer moet dingen gevraagd worden die ze eigenlijk al weten. Minder lange wachtrijen creëren, zorgen dat er ook geen doorverwijzingen meer nodig zijn. Kortom, eigenlijk een veel meer klantgerichte aanpak. Bij Vlaio bijvoorbeeld zien we dat als een heel concreet voorbeeld, waar ze een 360 graden view hebben gecreëerd op de dossiers, waardoor ze eigenlijk zowel de burgers als de organisaties veel sneller en veel beter kunnen helpen. Digitalisering is vandaag aan de orde in elke organisatie, niet alleen in de privésector, maar ook in de social profit en bij de overheid. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, kortweg Vlaio, heeft bijvoorbeeld een sterke digitale ambitie. Digitalisering is ongelooflijk belangrijk in onze economie, in onze maatschappij, dus ook voor ons. We kunnen ons eigenlijk het leven niet meer voorstellen zonder smartphones, zonder computers enzovoort. We zijn daar ook al heel ver in gevorderd, uiteraard, ook als overheid. We moeten daar nog veel verder in gaan. Dus we willen eigenlijk radicaal digitaal zijn, zoals de hele Vlaamse overheid. We willen ook data gedreven zijn. Dat wil zeggen dat we onze data nog beter in kaart willen hebben en die data ook actief gaan gebruiken voor onze dienstverlening. Naar aanleiding van de fusie van het vroegere agentschap Ondernemen en het IWT tot Vlaio in 2016 werd beslist een gecentraliseerd informatiebeheersysteem te bouwen. Het nieuwe CRM-systeem kwam tot stand in samenwerking met NetIT en Microsoft. We hebben gekozen voor een platform in de cloud waar ook de technologische componenten beschikbaar waren, zodanig dat wij ons niet meer moesten bekommeren over de technologische evolutie. Omdat dat toch wel een heel specifieke kennis is, hebben we gekozen voor een externe IT-partner. Op die manier konden de interne IT-collega's zich maximaal focussen op de analyses van de businessnoden en ervoor zorgen dat de oplossing conform de wensen van de organisatie was. Vlottere interne processen en een efficiënte verwerking van de subsidiedossiers waren de uitgangspunten. Vlaio wou ook een oplossing die ruimte bood voor verdere uitbreidingen in de toekomst. Daarom hebben wij bij de analyse van het nieuwe systeem de modulariteit als prioriteit vooropgesteld. Dat laat ons toe om zeer flexibel te schakelen in het proces. En dat heeft nog een bijkomend voordeel. Die modulariteit en die flexibiliteit die zorgen ook voor uniformisering van de processen. De integratie van het CRM-systeem met andere databronnen biedt alle medewerkers nu een 360 graden zicht op de informatie die beschikbaar is voor hun dossiers. Er zijn minder opzoekingen en er is minder manueel werk nodig. Er is ook een volledige integratie voorzien met het financieel beheerssysteem van de Vlaamse overheid. Dit heeft het grote voordeel dat de collega's geen manuele interactie niet meer moeten doen in het financieel systeem. Bij goedkeuring van een betaling gebeurt die automatisch door het gekoppelde systeem. De digitalisering van het beheerssysteem en de processen bij Vlaio moet de ondernemingen die een beroep doen op het agentschap ten goede komen. De administrateur-generaal ziet voordelen op verschillende vlakken. Onze klanten, de ondernemingen, die moeten daar alleen maar beter van worden. Die moeten al wat wij aan te bieden hebben, onze subsidies, maar ook de andere diensten, volledig digitaal, online kunnen bereiken. Die zouden de informatie die ze ons moeten geven ook maar één keer moeten geven. Een veel gehoorde klacht is dat ondernemingen telkens dezelfde informatie opnieuw moeten geven aan de overheid. Dat zou moeten gedaan zijn. Bovendien, Vlaio zou hen op basis van die data nog beter moeten leren kennen. Wat hun behoeften zijn en wat ze van ons verwachten.